Het Marsproject. Een hoorspel in 7 delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. Regie Dick van Putten. Eerste deel, de Lemmings. Londen in het jaar 2150. Hier zetelt het Internationaal Geofysisch en Planetair Bureau. Lang geleden al is het verkeer uit de straten gebannen ten behoeve van de dromme voetgangers. De grote meerderheid heeft niets anders te doen dan doelloos rond te lopen en te wachten tot de computerkaart die iedereen angstvallig bij zich draagt hem recht geeft op een maaltijd of toegang tot een of ander amusement. Neemt u me niet kwalijk, heren? Mag ik even uw pasje zien, alstublieft? Natuurlijk, hier zijn ze, alstublieft. Dank u. Professor Tony James? Dat ben ik, ja. Lijkt niet erg, als ik zo vrij mag zijn. Lijken zulke foto's ooit ergens op? Kijk maar eens naar de mijne. Dr. Ivor Johnson. Dat ben ik, ja. Ja, inderdaad, flatteus kietje. Dank u, heren. Neemt u me niet kwalijk dat ik u moest lastigvallen, maar ik heb nu eenmaal de opdracht om ieder onbekende die met de ondergrondse wil te controleren. Oh, het geeft niets. Als we dat niet doen, dan komt iedereen hier maar naar beneden. De treinen raken overvallen, het hele systeem raakt voor dagen in de war. Tot we ze weer hebben uitgesmeten. U zal het niet makkelijk hebben hier. Ach, wie heeft het tegenwoordig wel makkelijk? Ja, Australië gaat het niet al te best. Nou, ik gehoord heb dat dit eiland zo langzamerhand een bevolking heeft van over de 300 miljoen. Ga mee, anders komen we te laat voor de vergadering. Ja. U moet naar het administratiegebouw. Ja? Dat dacht ik al. We hebben hier vanmorgen al een hoop buitenlanders gehad. Kunt u ons zeggen hoe we er het snelst kunnen komen? Natuurlijk. Meteen bij de uitgang, rechtsaf richting Whitehall. Als u de wachtposten gepasseerd bent, ziet u het zo liggen. Een groot wit gebouw, het kan niet missen. Dank u. Het is nog geen 500 meter, maar het zal u toch een tijdje kosten. Hoe dat zo? Mensen, meneer. Er zijn gewoon te veel mensen. Heren, wij staan aan de rand van een catastrofe. Een ramp groter van omvang dan de mensheid ooit tevoren gekend heeft. Als dit onheil over ons komt, zal dat met stelligheid het einde betekenen van het menselijk ras. De technologie die ons heeft gered van de hongerdood heeft terzelfde tijd dit ongekende probleem geschapen, waarvan de escalatie ons dwingt tot onmiddellijk handelen. Willen wij de mens voor de ondergang behoeden, dan zullen we in de komende weken een oplossing moeten vinden die op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd kan worden. Neemt u me niet kwalijk, dokter Blik. Maar al dat geld dan, dat op het ogenblik besteed wordt aan het educatieprogramma. Wij zijn nu net bezig de mensen te leren hoe ze hun vrije tijd kunnen benutten, zodat ze er ook profijt van hebben. Wij hebben geen tijd, geachte afgevaardigden. Het gaat te langzaam. We zullen eerst ruimte moeten scheppen voor we dat programma kunnen afmaken. Als het tot een crisis komt, kan de educatie ons ook niet meer helpen. Wat voor crisis heeft de Raad eigenlijk op het oog? Zal het gezag en de openbare orde, denkt u, niet langer te handhaven zijn? Dat zou het eerste symptoom zijn, ja. Maar dat is het niet alleen. Trouwens, deze symptomen zien we overal om ons heen. Denkt u maar eens aan de angstwekkende stijging van de criminaliteit. De Algemene Wereldraad is ervan overtuigd dat het gebrek aan arbeid bij de massa een spanning oproept die onvermijdelijk tot een explosie moet leiden. De totale psychische ondergang van de soort. We hebben iets dergelijks eerder kunnen zien bij de lemming, een arctische knaagdiersoort die nu geheel is uitgestorven. Wees u ervan overtuigd dat wij de toestand grondig hebben bestudeerd. Het probleem is acuut. Mocht een mentaal overspannen menigte ergens een haard doen ontstaan, dan zullen de meest redelijke en rationele onder ons in die maalstroom worden meegesleept. Wij willen u vanmorgen 2 alternatieven voorleggen die u zult moeten beoordelen. Suggesties en amendementen zijn welkom. Maar
De beslissing zal liggen bij de Wereldraad. Wij zullen zo snel mogelijk moeten handelen. Kom, Tony, kijk eens wat vrolijker. Je hebt de helft van je lunch nog niet eens op. Dadelijk moeten we terug. Ik had er geen idee van dat het zo erg was. En we zijn nog maar pas aan het begin. Ja. Er zijn kennelijk concrete plannen. Anders zouden we nog niet hebben laten komen. Hoe is het toch zo ver gekomen? Ja. Dit is toch niet een ontwikkeling van de laatste weken? Waarom hebben we ons dit niet eerder gerealiseerd? Waarschijnlijk hebben we ons te veel blind gestaard op het opvoedingsprogramma. Daar hebben we misschien te veel van verwacht. Dat zou dus betekenen dat we met al onze kennis precies dezelfde fout hebben gemaakt als alle leiders in het verleden. Jij bent niet erg opgewekt vanmorgen, hè? Kijk nou eens daar, aan de andere kant. Een van de mooiste meisjes die ik ooit heb gezien. Nee, daar. Oh, wacht. Ze heeft zich net omgedraaid. Dat meisje daar, aan tafel bij die oude vent met die baard. Mm-hmm. Niet gek, hè? Gaat wel. Gaat wel. Hoor eens, ik weet dat jij niet houdt van vrouwen met een wetenschappelijke opleiding. Maar met haar zou je toch zeker wel eens kennis willen maken? Te laat. En wie zou het zijn? Kom, ga mee. Zou ze een afspraak hebben voor vanavond? Hé, wacht even op me. U zult kunnen begrijpen dat wij het om veiligheidsredenen beter hebben geacht geen algemene oproep aan u te richten voor het geven van ideeën. Wij hebben enkele leden van het Geofysisch en Planetair Bureau individueel benaderd. En ik kan u mededelen dat hun verschillende antwoorden een waardevolle oplossing kunnen betekenen voor het probleem waar wij mee te kampen hebben. Het was van het begin af duidelijk dat er in wezen maar twee mogelijkheden zijn. Als ik het zo mag uitdrukken, een positieve en een negatieve. Van beide mogelijkheden hebben wij, in overleg met het bureau uitvoering, de beste proposities gekozen. En deze beide voorstellen zullen nu door de verantwoordelijke professoren worden toegelicht. Daarna zal er gelegenheid zijn tot discussie, voordat we tot de uiteindelijke stemming overgaan. Wie hebben de ontwerpen ingediend, meneer de voorzitter? Ik zal de beide heren aan u voorstellen. In de eerste plaats professor Maurice Stern, biochemicus, hoofd van het medisch laboratorium aan de Universiteit van Cape Town. En Sir Paul Calverley, die de meesten van u wel zullen kennen, professor in de geofysica aan de Universiteit van Oxford. Ik dank u, heren. Wilt u ieder aan een kant van mij plaatsnemen? Kijk, dat is die man met die baard. Weet je wel? Die aan een tafeltje zat met het meisje in de foyer. Het moet wel heel gek zijn als dat een grote liefde is tussen die twee. Mag ik Sir Paul Calverley verzoeken zijn plannen toe te lichten? Ik dank u zeer, dokter Brick. Dames en heren. De mensheid is zo geavanceerd. Ons technisch kunnen heeft zulke hoogten bereikt. Onze mogelijkheden lijken grenzeloos. En dat was dan ook een grote schok voor mij toen ik mij realiseerde dat ons bestaan eigenlijk in zo'n wankel evenwicht is. Het zal hier vanmorgen bij het vernemen van alle details niet anders zijn gegaan. Onze ruimteschepen houden geregelde diensten op alle planeten van ons zonnestelsel. En dat zal ook niet lang meer duren of we zullen ook de eerste sterren kunnen bereiken. Wij beschikken over ongelimiteerde krachtbronnen. En toch, ondanks dit alles, bedreigt ons de totale vernietiging, omdat wij de aard van ons ras uit het oog hebben verloren. Wij moeten met alle macht deze tragedie voorkomen. En we moeten dan het antwoord zoeken vanuit onszelf. Vanuit de menselijke natuur. Ik denk dat ik straks voor hem stem. Stil, stil. U heeft gehoord hoe onze voorzitter, Dr. Brick, de plannen van mij en mijn geachte collega Stern heeft beschreven als tegengesteld in de zin van positief en negatief. Dames en heren, het is voor mij een genoegen u het plan voor te leggen dat in alle opzichten positief genoemd kan worden.
Omdat het mijn vaste overtuiging is dat de mensheid op de ingeslagen weg moet verder gaan of ten ondergang gedoemd is. Ieder alternatief is onmenselijk, betekent een teruggang en kan op lange duur alleen maar leiden tot de algemene ontwikkeling. Dr. Brake, ik dacht dat het de bedoeling was dat Calverley en ikzelf onze eigen ideeën zouden toelichten. Als mijn geachte collega zijn eigen ideeën zo mager vindt dat hij uitsluitend over de mijne kan praten, dan neem ik graag het woord van hem over. Ik kan met iets meer autoriteit mijn eigen denkbeelden verdedigen. Dat zullen wij dan zien. Inderdaad. Maar waarom laat u deze vergadering niet verlopen op de manier zoals we hebben afgesproken met de voorzitter? Waar het om een sprookje gaat, is een kleine afwijking van de regel toch wel toegestaan. En mijn heren, als ik refereer aan het plan van collega Stern, dan kan ik u verzekeren dat het is gebaseerd op Green. Dr. Brake. Hij heeft geen enkele kans. Toch erg genoeg zoals het is. Dr. Brake, ik moet u verzoeken Calverley tot de orde te roepen. Sir Paul, het lijkt me beter dat we het debat uitstellen tot later. Gaat u door. Ik dank u zeer, Dr. Brake. Het was niet mijn bedoeling iemand belachelijk te maken. Omdat de realiteit zo beangstigend is, heb ik mijn toevlucht gezocht in de humor. Zoals soldaten elkaar moppen vertellen voordat ze naar het slagveld worden gestuurd. Zoals ik hier sta, bevind ik mij tussen twee kwaden. Ten eerste is de dreiging van de totale ondergang te wijten aan het gebrek aan beleid, aan kortzichtigheid, zo u wilt, in het verleden. Het tweede is de oplossing die gesuggereerd wordt door mijn geachte collega hier. Oh nee, wees u maar niet bang, ik zal er niet verder op ingaan. Behalve dan dat ik zeggen wil dat er op geen enkele manier een alternatief in uitzicht wordt gesteld. Sir Paul, als u en professor Stern de vergadering de verschillende plannen hebt voorgelegd, is er voldoende gelegenheid voor ieder van u om het plan van de ander van commentaar te voorzien, nog voor de algemene discussie. Ik dank u. Ik zal u niet langer in het ongewisse laten over mijn voorstel. Er is maar één oplossing voor de benarde situatie waarin de mensheid op het ogenblik verkeert. Wij moeten uitbreken uit onze grenzen, uit de beperktheid van ons woongebied. Wij zullen nieuw land moeten vinden. In de geschiedenis vinden wij voorbeelden te over van een dergelijke situatie, zij het dan op beperkte schaal. En steeds was het antwoord hetzelfde: expansie en emigratie. Wilt u suggereren dat een deel van ons maar de maan moet gaan om daar te wonen? Ik wil alleen dit zeggen. Het probleem is zo oud als onze beschaving. En de geschiedenis toont ons de enige en de meest feilloze oplossing. Wij moeten ruimte creëren. En dat zo snel mogelijk. Nog zeer onlangs heb ik in het geheim, met geen andere medewerker dan collega Wallace Bea, onderzoekingen gedaan. Hij zal u daar straks alle details van voorleggen. Ik stel voor dat wij de planeet Mars herscheppen in een voor mensen bewoonbaar gebied. Oh. Heren, alstublieft. Want wij moeten verder. Collega Beer, wilt u zo vriendelijk zijn? Zeker. Ik dank u zeer. Collega Beer is zojuist terug van een missie waarop onderzoekingen hebben uitgewezen dat de theorieën waarop mijn plan is gebaseerd juist zijn. Gaat u gang, collega. Op een van de routinevluchten naar Mare Valencia ben ik als gewoon passagier meegeweest. Was niemand op de hoogte van uw missie? Alleen Sir Paul. Hij heeft me gevraagd de recente ontdekkingen van onze permanente staf op Mars na te gaan. Daar heb ik overigens geen enkel geheim van gemaakt. Maar natuurlijk had niemand er enig idee van waarom het zo belangrijk was om deze informatie uit de eerste hand te hebben. Dank u. Ik ga u verder, alstublieft. Zoals u bekend zal zijn, wisten wij al zeer veel over de planeet Mars, nog voordat we daar ooit een voet gezet hadden. De astronomie en de verschillende instrumenten die wij per ruimteschip hebben overgebracht, hebben ons geleerd dat de diameter ongeveer de helft is van die van de aardbol. Maar omdat er aan de oppervlakte praktisch geen water voorkomt, is er ongeveer net zoveel land beschikbaar als op aarde. U ziet, dames en heren, als ik collega Berg hier even in de reden mag vallen,
U ziet dat wij hierdoor dus de gelegenheid hebben ons woongebied te verdubbelen en zodoende de druk waaronder wij leven te halveren, om van andere voordelen nog maar niet te spreken. Datzelfde zou je kunnen zeggen van iedere andere onbewoonde planeet, Calvary. Wou jij de helft van de mensheid in ruimtepakken laten rondlopen? Ja, een ogenblik graag. Het betekent ook dat hetzelfde evenwicht gehandhaafd blijft. Er zou dus geen vermindering van spanning optreden. Dat is dan 1-1 voor u. Zullen we ons dan nu maar weer aan de regels van deze vergadering houden? Gaat u verder. Natuurlijk zullen wij ons grote inspanningen moeten getroosten om ons een gunstig leefklimaat te scheppen. Maar hebben ooit pelgrims of pioniers, emigranten of ontdekkingsreizigers een gespreid bekje gevonden in nieuw ontdekte streken? Is er ooit een nederzetting ontstaan, zonder strijd? En we weten in elk geval dat er op Mars geen indianen wonen. We hebben er tenminste nog geen totempaal gezien. Maar, dames en heren, hoe dan ook, een diepgaande studie heeft uitgewezen dat verhoudingsgewijs, onze technische middelen in aanmerking genomen, onze problemen op Mars niet groter zijn dan die van de eerste pelgrims. Collega Berg. Op het ogenblik is het onderzoekscentrum van onze vaste staf gehuisvest onder een enorme plastic koepel, waarin kunstmatig de aardse atmosfeer wordt nagebootst. Op dezelfde manier zoals dat gebeurt bij de verschillende maanstations. Het geeft onze medewerkers en hun familieleden, een kleine 1000 op het ogenblik, de bevolking van een flink dorp, een volkomen bewegingsvrijheid. Maar wanneer zij werk moeten verrichten buiten de koepel, dan hebben zij ruimtepakken en zuurstofapparaten nodig. Niet omdat Mars geen atmosfeer heeft, maar door de geringere zwaartekracht, ongeveer 1/3 van die hier op aarde, verdelen de gassen zich over een grotere hoogte. Ze worden niet in een verhoudingsgewijs dunne laag boven de oppervlakte samengeperst. Dat betekent dat de atmosferische druk ongeveer gelijk is als aan 18 kilometer boven het aardoppervlak. Maar iemand die op Mars staat heeft ongeveer 3 maal zoveel gassen boven zich als een vliegtuig dat op een hoogte van 18 kilometer boven de aarde vliegt. En dat is zeer belangrijk, want hierdoor en door de grotere afstand tot de zon bestaat er geen groter gevaar voor ultravioletstraling dan hier op aarde. Waardoor de op Mars gebruikte ruimtepakken van het lichtste materiaal kunnen zijn. Dit in tegenstelling tot degenen die in gebruik zijn op onze satelliet, de maan. Ik zie niet helemaal waar dit allemaal toe leidt. Als het uw bedoeling is om de planeet voldoende bewoonbaar te maken, om hier op aarde de bevolkingsdruk te laten afnemen, ja, dan zult u toch minstens de helft van de totale oppervlakte met plastic moeten overkoepelen. Dat lijkt me weinig praktisch. Nog afgezien van het feit dat iets dergelijks niet averechts werkt op het gevoel van vrijheid dat we de mensen juist willen geven. Dat ben ik helemaal met u eens. Iets dergelijks is dan ook helemaal niet de bedoeling. U zult zich herinneren dat ik daarnet de term herscheppen heb gebruikt. Ik heb mij niet voor niets zo uitgedrukt. Herscheppen immers betekent iets terugbrengen in de oorspronkelijke staat. En dat heeft natuurlijk niets te maken met plastic koepels. Recente vondsten hebben aangetoond dat zo'n 200 miljoen jaar geleden de oppervlakte van Mars begroeid moet zijn geweest. Plantengroei, anders dan onze, maar toch vegetatie. Er zijn ook tekenen die erop wijzen dat er enige vorm van dierlijk leven bestaan heeft. Met of zonder intelligentie, dat zullen wij waarschijnlijk nooit meer kunnen achterhalen. Maar in de loop van miljoenen jaren is de planeet opgedroogd. Flora en fauna gingen ten onder. Waarschijnlijk trok het leven zich hoe langer hoe meer terug op nog vochtige plaatsen, tot ook die verdwenen. Daarbij komt nog dat de rotsen op Mars van een materie zijn die vrije zuurstof vasthoudt. Zoals u weet is de dominante rode kleur ijzeroxide. Toen de natuurlijke kringloop was verstoord en er onvoldoende stikstof vrijkwam, werd de overgebleven zuurstof opgenomen door de rotsen. Dit proces had waarschijnlijk een dubbele werking. Door de absorptie van zuurstof werd de hoeveelheid water teruggedrongen, waardoor weer de levenskansen van plant en dier verminderden, enzovoort, enzovoort. In elk geval, alle leven werd vernietigd, behalve enkele sporenplanten op de ijskappen van de beide polen. Al miljoenen jaren ligt de planeet daar droog en verloren. Maar het staat nu al vast dat geen van beide adjectieven helemaal van toepassing zijn. Onze vaste staf heeft ontdekt dat onder de uitgedroogde aardkorst hele zeeën te vinden zijn. Vaak met een oppervlakte van honderden vierkante kilometers. Misschien zijn de zeeën aan de oppervlakte drooggelegd door een of andere vulkanische uitbarsting. Verder hebben wij ontdekt dat in het stof, waarmee een groot gedeelte van de korst van Mars bedekt is,
biljoenen sporen te vinden zijn die hun kiemkracht nog niet hebben verloren. Dit moet het gevolg zijn van langzame dehydratieproces. Recente proeven in het onderzoekscentrum hebben uitgewezen dat er maar erg weinig vocht nodig is om de sporen weer tot leven te brengen. In het laboratorium zijn al heel wat verschillende soorten groene planten opgekweekt. Onder andere manshoge varenachtige, allerlei variaties van paddenstoelen en zwammen en, wat uiteraard niet verwonderlijk is, een aantal planten die in aard en bloeiwijze weinig verschillen van ons bekende cactussen. Die bloeien zelfs met paarse en oranje bloemen. Het was onder meer mijn opdracht om grondmonsters mee te brengen van de verschillende delen van de planeet. Onder meer om een beeld te krijgen van de dichtheid van de sporenafzetting. Verder heb ik een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van onderaardse zeeën en meer. Deze informatie is vervolgens verwerkt door een computer die van tevoren al was geprogrammeerd met gegevens over vervoersfaciliteiten. Waarvoor? Wel, om uit te rekenen hoeveel tijd het kosten zou om in onderdelen 3 krachtstations naar Mars te brengen. Elk met een capaciteit van 1 miljoen eenheden zonne-energie. 1 miljoen eenheden zonne-energie? Dat is meer dan op het ogenblik op de hele aarde gebruikt wordt. Wilt u daarmee misschien suggereren dat het technisch niet haalbaar zou zijn? Natuurlijk is het technisch mogelijk. In theorie zijn de mogelijkheden onbegrensd. Maar energiestations mogen niet meer energie leveren dan een tiende van het vermogen dat u daar stelt. Inderdaad, op aarde niet. En u wilt dat wij toestemming geven voor de bouw van 3 van die gigantische stations? Nou, volgens berekeningen van de computer is dat het minste dat wij nodig zullen hebben om het eerste deel van mijn plannen te realiseren binnen een redelijk tijdsbestek. Legt u de vergadering die plannen dan voor? Dan kunnen de heren tenminste kiezen voor iets dat een beetje praktischer is. De eerste stap zal bestaan uit het weer geschikt maken van de atmosfeer rond Mars. Zodat menselijke wezens er zonder hulpmiddelen zullen kunnen ademhalen. Heren! Heren, alstublieft! U krijgt straks gelegenheid voor discussie. En dit zal dan op 2 manieren kunnen gebeuren als wij de nodige energie tot onze beschikking hebben. In de eerste plaats door het losmaken van de door de rotsen geabsorbeerde zuurstof. In de tweede plaats door elektrolyse van de onderaardse waterbronnen. In het kort samengevat, Sir Paul, u wilt overgaan tot het installeren van 3 krachtstations om een toekomstige volledige kolonisatie van Mars mogelijk te maken? Daar komt het zo ongeveer op neer, ja. Als wij erin slagen, op Mars, een zuurstofgehalte te bereiken van 1/3 van die van onze eigen dampkring, meer heeft het menselijk organisme niet nodig gezien de geringere aantrekkingskracht, dan volgt de rest vanzelf. Er zal dan 's nachts weer dampvorming optreden die over de hele planeet de sporen zal doen ontkiemen. De natuurlijke uitwisseling zal weer op gang komen, waardoor het proces wordt versneld. Naar mijn berekening zal binnen 2 jaar, nadat het project is gestart, nog maar 1 van de kunstmatige hulpbronnen nodig zijn. Dan zal met behulp van 1 energiestation het zuurstofgehalte op peil gehouden kunnen worden. De andere 2 kunnen dan worden uitgeschakeld of op geringe capaciteit verder werken om voldoende water naar de oppervlakte te brengen om een normale landbouw op gang te helpen. Binnen 6 maanden zal het al mogelijk zijn korte tijd buiten de plastic koepels te verblijven zonder extra zuurstoftoevoer. Nog enkele maanden later zal de eerste vegetatie zich aandienen en ongeveer 1 jaar daarna zullen wij kunnen beginnen met de eerste nederzettingen. Er zal zich voor onze ogen een wonder voltrekken, mijn heren. Opeens zal de planeet weer in bloei staan. Zoals de Chinese papiersnippers, als je ze in het water gooit, plotseling een kleurige bloementuin vormen. Wij zullen de op handen zijnde crisis kunnen bezweren. Niet alleen door het welslagen van het project zelf, maar ook door de daaraan verbonden noodzakelijke krachtsinspanning die ons aan het werk houdt, zodat we tijd winnen voor het educatieve programma. Het ondernemen van dit grote project zal de mensen, zelfs de meest desperaten onder ons, weer hoop geven. Mijn heren, in de pauze direct nadat collega Stearns een alternatief gesteld heeft, zult u in de koffiekamers de tot in details uitgewerkte plannen kunnen vinden, compleet met de bijbehorende hulpprogramma's en de te verwachten resultaten. Dames en heren, ik dank u zeer. Wat vind je ervan, Tony?
Laten we eerst maar eens luisteren naar wat die ander te zeggen heeft. Ja. Dank u zeer, Sir Paul, professor Baer. Dan zal nu voor u spreken professor Stern. U moet mij verontschuldigen. Wat ik te zeggen heb is niet half zo onderhoudend, niet half zo fantastisch als wat mijn geëerde collega te berde heeft gebracht. De realiteit is dat nooit. En zoals we ons alle wel voldoende zullen realiseren, het is de harde werkelijkheid waar we vanuit moeten gaan. U heeft gehoord hoe mijn voorstellen werden gekarakteriseerd als zijnde van negatieve aard. In vergelijking met de fantastische plannen van Sir Paul zijn ze dat misschien ook wel. Maar ik wil zekerheid stellen boven avonturiersgeest. Waren de tijden anders, dan was ik misschien de eerste geweest om de ideeën van Sir Paul met enthousiasme te begroeten. Maar dit is geen ogenblik waarin we ons in het onbekende kunnen begeven. Wij kunnen niet experimenteren. Wij mogen geen fouten maken. Dit is onze laatste, onze enige kans. Kunt u het kort maken, professor Stern? Uw voorstellen graag. Dat is heel eenvoudig gezegd. Te meer dan mijn ideeën berusten op bekende principes. Ik stel voor dat wij levensruimte creëren voor de mens door de soort numeriek tot op de helft terug te brengen. Het is natuurlijk niet nodig te zeggen dat dit uiteraard niet betekent dat de helft van het menselijk specimen moet worden uitgeroeid. Ik stel voor de helft van de gefrustreerde mensheid een uitgesteld leven te geven door middel van de bekende principes van diepvriezen en reanimatie. De techniek hiervan hebben wij volledig onder de knie. Ondergrondse opslagruimte hebben wij voldoende en het totale project zou binnen 2 jaar zijn beslag kunnen hebben. Binnen de tijd die Sir Paul nodig heeft om het begin van grootscheepse immigratie mogelijk te maken, als hij daarin slaagt. De bevolkingsdruk zal ziender oog afnemen, binnen 1 jaar al. En het geheel zal maar een fractie kosten van het Marsproject. Ten overvloede moet ik u er helaas op wijzen dat het Marsproject de ontwikkeling van onze beschaving zeker 50 jaar achterop zal brengen. Inderdaad, heren, dit is een punt dat van grote belang zal blijken, dat u hier op het eerste gezicht zou zeggen. Helemaal nog niet zo gek, deze kamer in het oude hotel. Als je tenminste niet naar buiten kijkt, waar de mensen elkaar lopen te verdringen. Jij nog bier, Tony? Graag, hè. Ja, we zitten tenminste vlak bij het administratiegebouw. Al lijkt het uren lopen als je je door die menigte moet heen worstelen. Ja, ik dacht eerst dat het nog wel los zou lopen met die alarmerende berichten over hysterische massa's. Maar daar ben ik er niet zo zeker mee van. 1 vonkje en... Proost. Proost. Zo, ik ga eerst even lekker liggen voor het eten. Zo, dat is beter. Hoe is jouw bed? Lekker. Ja. Nou, wat denk je ervan? Ik dacht dat we er tot morgen niet meer over zouden praten. Je hebt gelijk, maar wat denk je ervan? Wat 1 ding betreft heeft Stern gelijk. Dit is onze laatste en enige kans. Maar wat vind je van die 3 krachtstations met die energieontwikkeling? Dat zal technisch niet zo moeilijk zijn. Maar hoeveel land zal zoiets in beslag nemen? En in hoeverre worden de onderaardse waterbronnen uitgeput? Hier staat 15% van het beschikbare land. Ja. Ongeveer 40% van de tot nu toe bekende waterreserve zal worden gebruikt. Wat doen we? Op het ogenblik staken de stemmen. 18 tegen 18. Morgen zijn wij aan de beurt om onze stem uit te brengen. Voor mij heeft dat plan van Kelvalier 2 grote nadelen. In de eerste plaats duurt het langer voor er eventueel resultaten worden bereikt. Aan de andere kant zal er in die tijd volop werk aan de winkel zijn en dat is natuurlijk niet ongunstig. Precies. En het tweede nadeel? Er is niet met zekerheid te voorspellen wanneer precies het zuurstofgehalte een bepaald niveau heeft bereikt, zodat de energietoevoer kan worden verminderd.
Dat hangt grotendeels af van de snelheid waarmee de sporen ontkiemen. Nou, ze hebben nogal diepgaande onderzoekingen gedaan op dat punt. Ja, maar dat is nog steeds geen basis voor een voorspelling. Natuurlijk komt het vroeg of laat zover, daar twijfel ik niet aan. Maar wat als alle energie van de drie krachtstations nog in gebruik is als de emigratie al op gang komt? Tja. Ik begrijp wat je bedoelt. Hoe dan ook, het blijft een risico. Ja, zegt het. Dus? Dus stemmen we voor Calverley. Volkomen mee eens. Ik had zelf niet beter kunnen zeggen. Mooi zo. Zullen we dan nou maar eens gaan kijken of er wat te eten is? Alweer mee eens, ik heb honger. Je hebt altijd honger. Ik dacht echt dat je me wou proberen over te halen voor het plan van Stern. Dat had ik ook bijna gedaan. En dat wordt geklopt. Doe even open. Goedemiddag. U bent professor James? Nee, ik ben dokter Johnson. Och, natuurlijk. Neemt u me niet kwalijk. U bent een gezelschap van professor Calverley? Mijn naam is Sarah Calverley. Ik ben zijn dochter. Ik heb u vanmiddag al gezien in de kantine. Oh, maar komt u toch binnen? Dank u. Mag ik u voorstellen, dit is professor James. Sarah Calverley, prettig kennis te maken. We zijn samen naar het congres gekomen. Ik weet het. Ik krijg mijn aanstelling als hoogleraar waarschijnlijk volgend jaar. Dat hoop ik tenminste. Ik hoop het voor u. Wat kunnen we voor u doen, Miss Calverley? Ik moet u namens mijn vader iets vragen. Toch niet over de stemming van morgen, hoop ik. Zijdelings alleen maar. U hebt toch gehoord wat de voorzitter van de vergadering in zijn slottoespraak heeft gezegd. Hij heeft nog eens nadrukkelijk onderstreept dat wij worden geacht het onderwerp niet te bespreken buiten het administratiegebouw. Tenzij onder ons en op onze eigen kamers. En dan ook nog alleen maar de leden van één bepaalde delegatie onderling. Om beïnvloeding van de meningen van buitenaf te voorkomen. Ik ben absoluut niet gekomen om uw mening te beïnvloeden. Kunnen we er beter niet even bij gaan zitten? Ik geloof niet dat we Miss Calverley veel te zeggen hebben. Tony, alsjeblieft. Jij hoopt toch op een professoraat volgend jaar? Maar wat heeft dat er nou mee? Daarbij zou een gesprek de kansen verkleinen van de man waarvoor we al gekozen hebben. Dan is het goed. Ik hoop dat u tevreden bent. U kunt nu maar beter gaan. Alsjeblieft, nog even. Dat maakt nu toch geen verschil meer. Alsjeblieft, dat is erg belangrijk. Dank u. U kunt van me denken wat u wilt, maar ik had niet de bedoeling u over te halen tot de inzichten van mijn vader. Hij heeft me alleen gevraagd om uit te zoeken of u al besloten had op wie u zou stemmen. Hij heeft daar een goede reden voor. En wat mag die reden dan wel zijn? Als u ons wil steunen, dan wil mijn vader u onmiddellijk spreken. Ik geloof dat we op die uitnodiging beter niet kunnen ingaan. Niemand zal u zien. We hebben ons appartement op de bovenste verdieping van het hotel. Met de lift kunt u er regelrecht naartoe. Dat lijkt op voorbedachte raden. Mijn vader kent uw wetenschappelijke merites. Als u hebt besloten in zijn plannen te steunen, dan zou hij u graag opnemen in de werkgroep die de uitvoering van het project moet voorbereiden en begeleiden. Daarom wil ik contact met u opnemen. Zegt u maar tegen uw vader dat wij ons zeer vereerd voelen met zijn voorstel. We blijven graag na de conferentie hier om een en ander met hem te bespreken. Maar voordat de vergadering een bindende beslissing heeft genomen, kan ik onmogelijk ruggespraak met hem houden. Laat ik u dan nog iets anders vertellen. 20 jaar geleden... werkte professor Stern onder mijn vader in Oxford. Dat wist ik niet. Ik vertel u de waarheid. Ga verder. Stern is een briljant geleerde. Mijn vader had erg veel met hem op. Tot hij ontdekte dat Stern bezig was met een reeks experimenten van een ongelooflijke wreedheid. Hij werd op staande voet ontslagen. Mijn vader heeft ervoor gezorgd dat hij in Engeland geen enkele kans meer kreeg. Juist, ja. Waarom is daar nooit rugbaarheid aan gegeven? Om u de waarheid te zeggen, Stern deed zijn experiment weliswaar in het geheim. Mijn vader wist er niets van. Maar als hoofd van het laboratorium was mijn vader toch verantwoordelijk voor wat er gebeurde. Natuurlijk. Mijn vader wordt beschouwd als een groot man, meneer James. Het heeft er niets mee te maken dat ik nou toevallig zijn dochter ben, als ik dat zeg. Nee, het is gewoon zo. Maar hij heeft ook zijn fouten, wie niet? Hij was zo verdiept in zijn eigen werk dat hij zijn assistenten niet voldoende in het oog hield. Die fouten heeft hij later nooit meer gemaakt. Toch heeft hij in dat tijd het hele geval doodgezwegen. Zo groot was hij nou ook weer niet. Dat heeft hij niet alleen voor zichzelf gedaan. Niemand vindt het leuk als zijn wetenschappelijke reputatie gevaar loopt, maar hij was in de tijd net bezig met zijn publicatie over het vroegtijdig ontdekken van aardbevingen. Dat heeft hem zijn internationale faam bezorgd. Ja, daardoor is hij beroemd geworden. Ja. En dat vond hij wel plezierig.
Het heeft in ieder geval duizenden mensenlevens gespaard. Om nog maar niet te spreken van al het lijden dat hij heeft kunnen voorkomen. Daar hebt u weer gelijk in. Mijn vader dacht dat hij het juiste besluit had genomen, althans in het belang van de wetenschap. Tot een paar maanden terug. Om precies te zijn, toen Stern en hij al een poosje bezig waren met de uitwerking van hun plannen. Wat was er dan gebeurd? Op een avond kwam er een jonge man bij mijn vader. Die had een poosje gewerkt als assistent op het laboratorium van Stern. Ja. Hij vertelde een verhaal dat zo fantastisch klonk dat mijn vader hem in het begin niet eens wilde geloven. Wat voor verhaal? Op een avond, toen hij had overgewerkt, hij was in zijn eentje aan een bepaald onderzoek bezig en niemand wist dat hij nog in het gebouw was, kwam hij langs het kantoor van dokter Hilde Rand, dat is de naaste medewerkster van Stern. Daar ving hij toevallig een gesprek op, waaruit hij opmaakte dat dat hele invriesproject alleen maar bedoeld was als middel. Tot wat? Als middel voor Stern om een greep te doen naar de wereldheerschappij. Dat kan niet. Die jonge man heeft zich verborgen gehouden totdat iedereen weg was. Toen heeft hij het kantoor van dokter Rand doorzocht. Hij heeft haar bureau opengebroken en daarin deze papieren gevonden. Een lijst van de leden van de Wereldraad. Er ontbreken drie namen. Leden van de onderafdelingen. De ontbrekende drie zijn alle drie persoonlijke vrienden van Stern. En dat waren precies de mensen die hem hebben aanbevolen als de beste man voor het opstellen van een plan om onze beschaving uit de impasse te halen. De deur aan de overkant. We verwachten ook de anderen. Ja. Ze hebben allemaal beloofd te komen. Hier, we zijn er. Wat is dat? Vlug, doe het licht aan. Het licht doet het niet. Daar, bij die stoel. Vader, wat is er? Dokter. Alsjeblieft, doe iets, Judy. Ik ga een dokter halen. Kijk uit! Er staat iemand achter de deur. Vader, alsjeblieft, wat is er gebeurd? Sorry! Houd hem, kom dan! Laat hem niet ontsnappen! Help liever mijn vader! O, in hemelsnaam, ga een dokter halen! De Lemmings was het eerste deel van Het Marsproject. Een hoorspel in 7 delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Een inspecteur, Jos van Turenhout. Tony James, Paul van der Lek. Ivor Johnson, Hans Veerman. Dr. Brick, Kommer Klein. 3 gedelegeerden, Maarten Kaptein, Jos Lupsen en Jos van Turenhout. Sir Paul Calverley, Jan Borkes. Sarah Calverley, Willy Bril. Professor Stern, Paul Deen en professor Baer, Willy Ruys. De regie had Dick van Putten. Marsproject. Een hoorspel in 7 delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. Regie Dick van Putten. Tweede deel. Stern neemt de leiding op zich. Londen in het jaar 2150. De Wereldraad is in spoedzitting bijeen om een dreigende catastrofe af te wenden. Geleerden en professoren vanuit de gehele wereld, waaronder uit Australië professor Tony James en zijn assistent Dr. Ivor Johnson, proberen een oplossing te vinden. Weliswaar kan de wereldbevolking van zo'n 20.000 miljoen zielen gevoed en gekleed worden, maar door de excessieve bevolkingsgroei leven de mensen onder steeds groter wordende spanningen. Er worden 2 plannen besproken voor het verlichten van deze druk. Het eerste plan is ingediend door Sir Paul Calverley en zijn dochter Sarah. Zij hebben voorgesteld de planeet Mars geschikt te maken voor kolonisatie op grote schaal. Het tweede plan komt van professor Stern. Hij wil een deel van de mensheid invriezen,
om het later weer tot leven te brengen. 'S Avonds, na de vergadering, komt Sarah Calverley de beide Australiërs opzoeken om hen ervan te overtuigen dat professor Stern uitsluitend uit is op de wereldheerschappij, waarvoor zijn plannen als hulpmiddel moeten dienen om iedereen die zijn doel in de weg staat uit te schakelen. Donnie James en Ivor Johnson gaan met Sarah mee naar de hotelkamer van haar vader. Maar als ze daar aankomen is de suite in donker gehuld en de professor is stervende. Het lijkt erop dat hij gewurgd is door een jonge man die bij aankomst van de gasten probeerde te ontsnappen. Het lijkt me niet dat Sir Paul is aangevallen. Ik heb geen vinger naar hem uitgestoken. Ik zweer het. Vertel ons dan maar eens wat je dan wel gedaan hebt. Ik ga even naar hiernaast. De dokter is bij mijn vader. Goed, de politie kan daar ogenblik hier zijn. Nou, vooruit. Komt er nog wat van? Mijn naam is Jarvis. Ik heb er niets mee te maken. Ik zweer het u. We zaten rustig te praten. Plotseling maakte Sir Paul een geluid alsof hij stikte. Alsof hij geen adem meer kon krijgen. Ik wist niet wat ik moest doen. Hij stond op, strompelde door de kamer en struikelde over het snoer van de lamp. Toen zijn waarschijnlijk de stoppen doorgeslagen. Ik wist me geen raad zo in het donker. Waarom ben je geen hulp gaan halen? Dat was ik net van plan. Maar toen hoorde ik mensen aankomen. Ik raakte helemaal de kluts kwijt. Ik was gek van angst. En toen heb je je maar verstopt achter de deur. Je dacht zeker dat dat het beste was. Ik dacht helemaal niet. Ik wist alleen. Ik werd niet verondersteld hier te zijn. Waarom was je hier dan? Ik wou nog een kans wagen. Ziet u, ik heb vroeger onder Sir Paul gewerkt als assistent. Maar ik heb een paar fouten gemaakt en daarom kon ik mijn examens niet halen. Hij heeft me ontslagen. Eind van de maand zou ik op straat staan, zonder vooruitzichten. Zonder vooruitzichten? Natuurlijk. Wie zou me nog willen hebben? Ik was gedoemd om terug te vallen in de massa. Ik kon die gedachte niet verdragen. Ik zou nog liever dood zijn. Kwam dat ontslag van Sir Paul persoonlijk? Nee, van het hoofd van het laboratorium. En dan wou je het hogerop proberen. Terrence zou toch niet naar me geluisterd hebben. Het was mijn laatste kans. Ik ken Johnny Terrence wel. We hebben een tijdje samengewerkt. Ik had altijd de indruk dat hij nogal collegiaal was. Tegenover mij niet. Wat voor fouten heb je gemaakt? Hoeveel? Een paar. Het is mijn schuld niet. Als een student eens een nieuw idee heeft, dan wil nooit iemand naar hem luisteren. Niemand is geïnteresseerd. Ach, schij uit, jongen. Professor Terrence is de meest progressieve geleerde die ik ooit heb ontmoet. Dat is niet waar. Vanaf het begin had hij al de pest aan me. En daarom kwam je hier. En toen Sir Paul weigerde een besluit van een van zijn meest gewaardeerde medewerkers te doorkruisen, heb je je niet kunnen beheersen en je viel hem aan. Nee. Waarom moest je je dan verstoppen achter die deur? Waarom probeerde je mijn collega Ivor hier te vloeren? Waarom, als je toch niks gedaan had? We hebben alleen maar gepraat. Ik heb hem niet aangeraakt, ik zweer het. Weet je dat zeker? Anders krijgt de politie er wel uit. Ik heb hem bij zijn revers gepakt. Miss Calverley. Mijn vader is gestorven. Oh, nee. De dokter is nog steeds met hem bezig, maar het heeft geen zin meer. Het is niet mijn schuld. Ik zweer het. Wat? Ik zou verder mijn mond maar houden als ik jou was. Hij is gestorven aan een hartaanval. We wisten allebei dat ieder ogenblik zou kunnen gebeuren. Nou, wat heb ik jullie gezegd? Stil jij. Daarom ging hij dag en nacht door om zijn plannen zo ver mogelijk uit te werken. Niemand wist er verder iets van. Hij verzweeg het voor iedereen, uit angst dat ze tegen hem zouden stemmen. Omdat hij niet in staat zou zijn om zelf de leiding op zich te nemen? Ja. Er zijn nog anderen ook. Juist daarom heeft hij zo wanhopig geprobeerd. Hij wist dat als het project eenmaal was geaccepteerd, dat het dan ook zou worden uitgevoerd, met of zonder hem. Maar hij is net te vroeg gestorven. Stern zal het winnen en alles waar mijn vader over in angst zat, zal realiteit worden. Hier, ga maar even zitten. Dank u. Wat moeten we met hem? Dat kon ik toch niet weten, dat hij een zwak hart had? Hoe moest ik dat nou weten? En wat is dat eigenlijk allemaal met die professor Stern? Laat hem maar gaan. Ik zal hem even naar beneden brengen. De politie wil hem in ieder geval verhoren. Wacht even. Miss Calverley, kent u hem misschien? Nee. Hij zegt dat hij bij professor Tarrant op het lab gezeten heeft. Ik dacht dat ik de meeste medewerkers wel kende. Ik was nog maar kort. Mogelijk. Breng hem maar weg, Ivor. Dat is beter. Oké. U vertelt het ze toch, hè? De politie bedoel ik. Wat moet ik ze vertellen? Dat uw vader een zwak hart had. Heb ik dat dan gezegd? Ja. Nee, maar ik dacht... Was het dan niet zo? Jawel. Doe die deur even dicht. Ik geloof dat ik hem nog het een en ander wil vragen. Dit is professor Baer, de assistent van mijn vader bij de ontwikkeling van het Mars-project. U heeft hem gisteren horen spreken. Hoe maakt u het, collega?
prettig kennis te maken. En dit is dokter Ivor Johnson. Hoe maakt u het? Allebei uit Australië. Ik ben enigszins op de hoogte van uw wetenschappelijk werk. Ik weet ook dat professor Calverley u graag in zijn team had opgenomen als het project van de grond zou komen. Maar dat is toch nog steeds mogelijk? Daar is Stern. Hij komt hierin. Miss Calverley. Professor Stern. Miss Calverley, ik kan u haast niet zeggen wat een schok het voor mij was toen ik hoorde van de dood van uw vader. Zoals u weet waren hij en ik op sommige punten regelrechte tegenstanders. Maar ik heb in hem toch altijd in de allereerste plaats een van de grootste geleerden van onze tijd gezien. Hij heeft u ook nooit onderschat. Ik weet het. Zijn dood verandert natuurlijk veel. Ik dacht wel dat dat het eerste was waar u over zou beginnen. Nee, u begrijpt mij verkeerd. Hoe bedoelt u dat, collega? Geduld, beste Beer. Vanaf het moment dat ik het bericht gehoord heb, heb ik aan niets anders meer gedacht. Nog even geduld. Dan zult u misschien ontdekken dat ik niet de man ben waarvoor u mij altijd versleten hebt. Nogmaals, mijn lieve Miss Calverley, mijn sympathie. Wilt u mij nu excuseren? Natuurlijk. Ik ben benieuwd wat hij in zijn schild voert. Weet je zeker dat we ermee doorgaan, Sarah? Ik kan voorlopig de leiding op me nemen. Ik heb plechtig beloofd dat ik, als er iets met vader mocht gebeuren voordat zijn plannen waren aangenomen, alles op alles zou zetten om het dreigende gevaar te voorkomen. Uitstekend. We kunnen beter onze plaats opzoeken. Daar komt de voorzitter al. Geloof je dat de politie enig verband kan leggen tussen Stern en de dood van Sir Paul? Misschien. Maar dat zal in ieder geval te lang duren. Ze gaan alleen af op een wettig bewijs. Is het niet voldoende als ze kunnen bewijzen dat Jarvis afwist van die hartzwakte van Sir Paul? Dan nog zijn er te veel toevalligheden. Dames en heren. Ik wil u voorstellen over te gaan tot de orde van de dag. Meneer de voorzitter. Ja, professor Stern. Meneer de voorzitter, velen onder ons zullen misschien iets willen zeggen om uitdrukking te geven aan hun gevoelens bij het grote verlies dat de wetenschap, dat de hele wereld, geleden heeft. Er zullen in de toekomst ongetwijfeld biografieën verschijnen over Sir Paul Calverley. Hij zal een belangrijke plaats innemen in de geschiedschrijving van onze era. Ik stel voor hem een meer direct eerbewijs te geven. Het moet zijn innigste wens geweest zijn dat wij de verantwoordelijkheid die ons in deze moeilijke dagen in handen is gelegd, goed zullen beseffen. Dat wij onze macht goed zullen gebruiken. Dat wij zullen kiezen voor de meest humane oplossing uit onze huidige moeilijkheden. Dat zal niemand ontkennen, professor Stern, maar u dan ook een voorstel doen dat niet alleen onze beraadslagingen hier aanzienlijk zal bekorten, maar dat ook uitdrukking geeft aan het respect dat wij alle hebben voor het werk van Sir Paul. Ik wil u voorstellen te handelen in de geest van professor Calverley. Mag ik er u misschien op patent maken dat de stemming bijna is afgerond? Spreken doet die broeder. Misschien wilt u mij even laten uitspreken. Gaat uw gang, professor. Wat wilt u voorstellen? Ik wil mijn plannen terugtrekken. Wat? Mijn heren, alstublieft. Ik heb de voorstellen van Sir Paul nog eens grondig overwogen. Ik wist natuurlijk wat de opzet was. Maar toen ik gisteren de details hoorde, was ik toch zeer onder de indruk. Ik ben tot de conclusie gekomen dat zijn voorstellen, met hier en daar misschien een wijziging of een amendement, zinniger zijn dan de mijne. Met alle waardering, vroeg Gobert, professor Stern. Maar ik moet u erop wijzen dat u dat niet alleen kunt beslissen. Hoe gemotiveerd uw oordeel misschien ook is. Dat realiseer ik mij terdege. En ik blijf erbij dat mijn eigen plannen beslist niet verwerpelijk waren. Maar waarom zouden wij deze langdurige procedure niet verkorten door de wetenschappelijke adviseurs te vragen bij handopsteken hun keuze kenbaar te maken? Dan zal de Algemene Wereldraad op zo kort mogelijk termijn kunnen beslissen. Ik kan er nog bij zeggen,
Als het plan van Sir Paul wordt aangenomen, dan zal ik mijzelf met mijn hele wetenschappelijke staf inzetten om het Marsproject tot een succes te maken. Alleen door samenwerking zullen wij aan het gevaar dat ons alle dreigt kunnen ontkomen. Op die manier zal ook de zaak van professor Calverley, die misschien zijn inspanningen met de dood heeft moeten bekopen, het best gediend zijn. Toen was het natuurlijk een uitgemaakte zaak. Ja, het voorstel van Sir Paul is met algemene stemmen aanvaard. En professor Stern is aanbevolen als leider van het project. Nou, wat vind jij ervan? Om te beginnen, ik vind dat rot voorbij. Dat is misschien wel zo, maar zelfs als voornaamste medewerker van Sir Paul heeft hij toch nog niet de wetenschappelijke merites van Stern. Dat is waar. En een ander ding is dat de hele zaak veel sneller zijn beslag kan krijgen als de twee teams samenwerken. Binnen. Neemt u hem niet kwalijk, stoor ik? Nee, komt u binnen. We waren juist klaar met onze koffers. Ik kwam u even goeiedag zeggen. Ach, we hadden net even naar u toe willen komen om te zien hoe u het maakte. Oh, met mij gaat het prima. Wat gaat u nu doen? Ik weet nog niet. Ik heb er nog niet over gedacht. Wilt u nu even gaan zitten? Graag, dank u. Nou, wat vond u van die vertoning van Stern? Dacht u dat het niet anders was dan een vertoning? Natuurlijk. Dat blijkt anders nergens uit. Hoe kunt u dat nou zeggen, na alles wat ik u over hem verteld heb? Neemt u me niet kwalijk, maar veel feiten, veel bewijzen hebt u natuurlijk niet. Wilt u soms beweren... Nee, wacht nou eens even. Het is helemaal niet uitgesloten dat u gelijk hebt. Maar u beschikt alleen maar over getuigenissen van derden. Dacht u dat mijn vader mij misschien heeft voorgelogen? Natuurlijk niet. Nou, wat dan? Uw vader heeft jaren geleden een antipathie tegen Stern opgevat... omdat hij iets deed dat uw vader verboden zou hebben als hij ervan had geweten. Maar misschien was Stern er wel van overtuigd dat het doel de middelen heiligde. Dat zie je wel vaker bij medisch-wetenschappelijke onderzoekers. Maar hij voerde experimenten uit op abnormale mensen. Ik probeer hem niet te verdedigen. Als ik in de schoenen van uw vader had gestaan, zou ik waarschijnlijk net zo gereageerd hebben. Ik zou hem er ook uitgetrapt hebben. Maar Stern was toen nog jong. Wie weet hoeveel spijt hij gehad heeft van het gebeurde. Daar heeft mijn vader anders nooit iets van gemerkt. Dat sluit de mogelijkheid niet uit dat Stern wel degelijk het verkeerde van zijn handelwijze heeft ingezien. Daar komt nog bij dat de sancties van uw vader geen beslissende invloed hebben gehad op zijn carrière. Gaat u door. Uw vader is er nooit helemaal zeker van geweest of hij indertijd wel juist heeft gereageerd. Daar bleef hij maar over tobben. Hij had tenslotte de zaak in de doofpot gestopt. Dat zou hem wel eens extra gevoelig hebben kunnen maken voor iedere suggestie in de richting van hoe slecht Stern wel is. Ik heb het verhaal van die laborant persoonlijk gehoord, meneer James. Wie zegt me dat u niet beïnvloed was door het schuldgevoel van uw vader? Ik zie het al, daar is geen praten tegen. Ik heb nog steeds niet gezegd dat u niet gelijk zou kunnen hebben. Ik wil u alleen maar duidelijk maken dat het enige concrete punt dat tegen Stern kan worden ingebracht, die experimenten van jaren geleden zijn. Maar aan de andere kant, ik moet wel zeggen dat ik die plannen van dat invriezen nou niet zo vreselijk humaan vond. Een beetje cool, een beetje klinisch misschien, maar wetenschappelijk volkomen verantwoord. Ten slotte zijn we niet door zijn schuld in deze impasse geraakt. En daarbij vond ik zijn optreden van vanmorgen zeer loyaal. Ik geloof niet dat we onze conclusies al te haastig moeten trekken. Mijn hemel. Misschien heeft die jonge student die laborant de waarheid gezegd. Maar wat heeft die ommezwaai van vanmorgen dan te betekenen? Dat is nogal logisch. Het was hem duidelijk dat hij het zou verliezen. En hij heeft de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om zich zonder gezichtsverlies weer bij ons aan te sluiten. Uw eerste reactie na de dood van uw vader was heel anders. Weet u nog hoe u ervan overtuigd was dat zijn plannen tot mislukken gedoemd waren, nu hij er zelf niet meer de drijvende kracht van kon zijn? Ik heb nu iets meer tijd gehad om over na te denken. Als u gelijk hebt, als het alleen maar een manoeuvre van Stern is om de leiding in handen te houden, dan zult u toch niet meer kunnen volhouden dat hij Jarvis gestuurd heeft om een mogelijk dodelijk gevecht uit te lokken? Ik dacht dat ik u een beetje had leren kennen. Nu ben ik daar niet zo zeker meer van. Tony probeert u alleen maar te laten inzien dat u niemand kunt beschuldigen zonder voldoende kennis van de feiten. U kunt uw oordeel niet baseren op zomaar een aantal punten die in uw kraam te pas komen. Als u eerlijk wilt zijn, moet u ook de tegenargumenten overwegen. Ik ga wel even. Ja. Hoi, dank u. Een brief, gericht aan ons allebei. Van wie? Van Stern. Stern? Wat wil hij? Hij wil ons spreken voor we vertrekken. Miss Calverley, waar gaat u heen? Tot ziens. Het is jammer dat ik het niet eerder in de gaten heb gehad. Maar wacht nou eens even. Wat bedoelt u? Ik bedoel niks. Het is toch wel duidelijk genoeg zo, dacht u niet?
Wacht maar, Tony. Miss Calverley, kom terug. U weet niet wat u zegt. Miss Calverley, komt u terug alsjeblieft. Miss Calverley. Ik dank u allen dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven, heren. Ik geloof dat we allemaal zijn, behalve professor Beer en Miss Calverley. Ik hoop dat zij later nog zullen komen. Ik zal proberen het kort te maken. Uw vliegtuigen wachten niet. Vanmiddag heeft de Algemene Wereldraad, in verband met de uiterste urgentie waarmee eventuele plannen moeten worden uitgevoerd, in een korte vergadering besloten het advies van het Internationaal Geofysisch en Planetair Bureau te volgen en opdracht te geven tot de voorbereidingen van het Marsproject. Zo ook wordt het voorstel aanvaard de beide projectgroepen samen te voegen onder mijn leiding. Wat zal dan de positie zijn van professor Baer? Ik hoop dat hij zal willen optreden als mijn voornaamste assistent samen met dokter Hilda Rand. Het leek mij belangrijk dat u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht zou worden. De leden van de verschillende teams hebben dan gelegenheid kennis met elkaar te maken. Ik zal niet zeggen elkaar te leren kennen, dat komt later wel. James, Brisbane, Australië. Gaat uw gang. Verschillende van de aanwezigen hier zijn geen medewerkers van een van beide teams. U vraagt u zelf af waarom u hier eigenlijk bent uitgenodigd. Inderdaad, ja. Natuurlijk. Ik zal het u zeggen. Zowel Sir Paul als ik zelf hadden de bedoeling onze staf uit te breiden met een aantal geleerden. Als zijn, respectievelijk mijn voorstel, zou worden aangenomen. Nu hebben we de combinatie van beide teams tot onze beschikking, maar nog is iedere uitbreiding welkom. Ten slotte zullen we 40% van de productiecapaciteit van de hele wereld moeten mobiliseren. Een dergelijke organisatie vergt nogal wat leidinggevende krachten. Ik zou dus uw hulp willen inroepen. Niet alleen uit mijn naam, maar ook uit naam van hem die u misschien vanavond zou hebben toegesproken. Waar het niet dat zijn ontijdige dood hem uit ons midden had weggerukt. Er zal een pionierskamp worden ingericht op de hoogvlakte bij Brazilia. Vandaar zullen ook de transporten plaatsvinden. Met diegenen onder u die nog niet voor hun medewerking zijn aangezocht, zal zo gauw mogelijk contact worden opgenomen. U heeft nauwelijks tijd, heren, om orde op eigen zaken te stellen. Hoe lang hebben we ongeveer, denkt u? Wij hebben opdracht van de Wereldraad om uiterlijk over 6 weken met de realisatie van ons project te beginnen. Dat is alles voor vanmiddag. Achter in de zaal is een bar ingericht. Ik hoop daar dadelijk samen met u te drinken op het welslagen van onze onderneming. Ik hoop u allen nog even persoonlijk te spreken voor u vertrekt. Ik dank u voor uw komst. Ik ben zeer vereerd met uw aanbod, meneer Stern. U doet toch mee, hè? Mogen wij er misschien even een paar dagen over denken? Natuurlijk. Hoe lang denkt u nodig te hebben voor de eerste expeditie kan vertrekken? Wij hebben ruimteschepen genoeg tot onze beschikking. Het gaat er alleen maar om hoeveel tijd we nodig zullen hebben om 3 krachtstations te bouwen van elke 1 miljoen eenheden zonne-energie, die voor het vervoer uit elkaar genomen kunnen worden en later op Mars weer gemonteerd. Dat begrijp ik, ja. Wilt u mij nu excuseren? Er zal contact met u worden opgenomen zodra u weer in Australië bent. Er hangt veel van uw besluit af. In mijn eentje kan ik niets doen. We zullen u zo gauw mogelijk ons besluit laten weten. Dank u. Tussen de jaartjes, weet u misschien ook of Miss Calverley vanavond nog komt? Ik heb haar namelijk ook een uitnodiging gestuurd. Ik zou het niet weten. Ze voelde zich niet helemaal goed, geloof ik. Oh. Ja, dat kan ik me voorstellen. Misschien had ik beter een paar dagen kunnen wachten. Maar ik wilde u zo graag allemaal bij elkaar hebben. Ze zal u wel bericht sturen, denk ik. Ja, ja, dat hoop ik. Ach, beste Hilde, mag ik je misschien even voorstellen? Nou, Tony? Ik kan er op het ogenblik nog niets van zeggen. Laten we proberen ons vliegtuig te halen. Wilt u misschien iets te lezen hebben, professor Baer? Nee, dank u. Misschien iets anders? Nog iets te drinken? Weet u ook hoe laat we in Brazilië aankomen? 18 uur, 6 uur plaatselijke tijd. Nog een half uurtje. Dank u. Neemt u niet kwalijk, professor. Wat is er? Mag ik u iets vragen? Oh, ik heb toch niets anders te doen. Ik hoop dat u mij niet te brutaal zult vinden. Maar toen ik u hier zo zag, schoot het me plotseling te binnen dat ik in de krant heb gelezen, zo'n week of 3 geleden, dat u geweigerd had mee te werken aan de uitvoering van het Marsproject. U gelooft toch niet alles wat er in de courant staat?
Dus u doet wel mee? Voor zover ik weet wel, ja. Mooi, geweldig. Schijnt nogal een opluchting voor u te zijn. Ach, nee. Daar gaat het niet om. Maar toen ik zo op de televisie zag wat er allemaal gaat gebeuren, toen dacht ik, nou heeft iemand anders de positie die u eigenlijk zou moeten hebben. Och, ik weet het niet. Ja, nu uw collega zo plotseling overleden is, ik dacht, nou, het is in ieder geval prettig te weten dat u toch meedoet. Dank u. Wat hebt u een belangstelling voor deze zaak? Ik was echt niet beledigd, hoor, toen ik gepasseerd werd. Ik had er zelfs nooit aan gedacht de plaats van Sir Paul in te nemen. Och. Het zat er wel in dat ze iemand zouden nemen met meer ervaring op het politieke vlak. Ik begrijp het. Maar u bent er in ieder geval bij, als de plannen waaraan u heeft meegewerkt worden gerealiseerd. Inderdaad. Nu moet u mij eens wat vertellen. Wat is dat? Er stapt lucht uit de cabine. Kom hier. Ik moet naar voren. Hou je vast, anders val je. Wat vind jij ergens in de zwaard? Kijk, de ramp scheurt open als een sardineblikje. Wat er ook gebeurt. Ik wist dat wij elkaar vroeg of laat weer tegen het lijf zouden lopen. Dag, professor James. U moet de eerste paar keren niet te lang in de zon blijven liggen. Oh, ik word snel bruin. Oh, daar boft u bij. Komt u even naast me zitten? Graag, dank u. U hebt het zeker al gehoord, hè? Ja. Als ik niet nog een paar zaken had moeten regelen in verband met vaders nalatenschap, dan zou ik in hetzelfde vliegtuig gezeten hebben. Gelukkig had u een vlucht later. Ja. Ik had me voorgenomen om mijn excuses te maken als ik u ooit nog eens zou zien. Gelooft u me nou eindelijk? Nee. Waarom zou u dan... Ik heb altijd gezegd dat er een kans was dat u gelijk zou hebben. Maar nu ik Stern een paar keer van meer dichtbij heb meegemaakt, geloof ik niet dat hij iets anders wil dan eerlijk proberen het project tot een succes te maken. Hij weet wel mensen voor zich in te palmen. Ik wou eigenlijk alleen maar mijn excuses maken omdat ik me zo idioot heb aangesteld. Ik bedoel, toen ik probeerde zo redelijk met u te praten, vlak na de dood van uw vader. Och, geeft niet. Ik moet me ook verontschuldigen dat ik dacht dat u met hem onder één hoedje speelde. Ach, in zekere zin hebben we allemaal ons lot in zijn handen gelegd, Miss Calverley. Nu we dan toch gaan samenwerken, professor, wilt u dan niet liever Sarah zeggen? Alleen omdat we gaan samenwerken? Ik heet Tony. Wat was eigenlijk de oorzaak van het ongeluk? Er is een stuk van de turbine afgevlogen en in de staat terechtgekomen. En toen waren er nog maar 8 kleine negeltjes. Waarom zijn Ber en jij eigenlijk van gedachten veranderd? Dat leek ons het meest zinnige. Als Stern inderdaad het beste voor heeft, dan wilden we er natuurlijk graag bij zijn. En in het tegenovergestelde geval konden we altijd een oogje in het zeil houden. Je wilt toch niet suggereren dat... Tony, het enige dat ik wil suggereren is... Nou? Dat we er niet meer over praten. Ik wil niet weer ruzie met je krijgen. Goed. Laat het maar houden op wat jij zei. Je bedoelt, de tijd zal het leren? Ja. We kunnen niets doen tot we zekerheid hebben. Laten we maar zo goed mogelijk opletten. Onze oren en ogen wijd openzetten. Uitstekend. Ik ben het volkomen met je eens. Dat hoop ik dan maar. Je weet best wat ik bedoel. Dat is dan afgesproken. Wat heb jij gedaan in die tijd? Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met de logistiek. Je weet wel wat er allemaal nodig is aan voorraden, reserveonderdelen enzovoort. Wanneer en hoe het op de goede tijd op de goede plaats terechtkomt. En je vriend? Ivor, die is alvast vooruit. Naar Max. Ja, hij moet er nou zo ongeveer zijn. Hij bemoeit zich met de chemische kant van de zaak. Ze zijn vooruit gegaan om 2 experimentele werkplaatsen op te zetten om onderzoekingen te doen over de verschillende manieren van zuurstofverrijking van de atmosfeer. Om het vast een beetje in de praktijk uit te proberen. Op heel kleine schaal natuurlijk, maar in ieder geval al veel groter opgezet dan de experimenten tot nu toe. Ik dacht dat dat Wally zijn taak zou worden. Wally? Professor Baer. Oh, ja, ja. Ja, die was er hier in het laboratorium al mee bezig, hè? Maar hij werkte maar met een beperkt aantal grondmonsters getrokken dicht om de bestaande basis heen. Hij heeft in de korte tijd dat hij op Mars was niet meer kunnen verzamelen. Daarom juist. En hoe meer we in de praktijk kunnen uitproberen, des te groter wordt onze kans van slagen. Een deel van deze eerste expeditie zal zich bezighouden met het uitbreiden van de bestaande plastic overkoepelingen. Kwartier maken voor de komende invasie. Wanneer vertrekt de eerste grote groep? Over een maand of 4.
Tegen die tijd hopen we ook het eerste krachtstation zo ver klaar te hebben dat er vast delen van kunnen worden overgebracht. Is er iets? Oh, nee. Zomaar een gek idee dat bij me opkwam. Dat jij dat nou allemaal aan mij zit uit te leggen. Ja, idioot. Maar nu je er dan eindelijk bent, kun je gauw zelf de draad weer oppakken. Hm? Dat zal wel, ja. Je zult wel gelijk hebben. Stern heeft me gevraagd of ik de supervisie over de spoorontwikkeling op me wou nemen. Maar dat doe je toch zeker? Dat was altijd mijn taak al. Het succes van het project hangt min of meer af van het feit of onze voorspellingen uitkomen. Het doet me genoegen dat... Ik bedoel, ik ben blij dat je hier bent. Dat doet me genoegen. Dat jij blij bent. Hebt u ooit eerder zo vanaf Mars naar de aarde gekeken, Dr. Johnson? Nee, ik ben nog nooit eerder van de aarde weg geweest. Ach, nog nooit? Nee, nee. Lijkt een beetje op Venus, hè? Gezien vanaf de aarde. Iets minder helder misschien. Er ligt een blauwig waas over, zou ik zeggen. Het wordt nou zo licht. Kunnen we gaan, Bert? Dat zal dan onze laatste tocht zijn. Ja, het voertuig wordt afgetankt. Ze komen het zo brengen. Mooi. Tevreden over de resultaten? Eigenlijk nog meer dan ik had durven hopen. In de kraters is het zuurstofgehalte hoger dan we hadden verwacht. Als we ons op die plaatsen concentreren, kunnen we maanden op ons schema inlopen. Mijn mensen controleren op het ogenblik de laatste gegevens van de proefinstallatie in de grote krater. Als de reacties zo positief blijven, weet ik voorlopig genoeg. Goed zo. Ik ben nog steeds niet gewend aan dat kleine maantje dat ieder ogenblik over ons hoofd zoekt. Phobos. Ja, daar amuseert iedereen zich mee in het begin. Nou, zullen we dan maar. Het is nog altijd een paar uur rijden en anders worden mijn mensen misschien ongerust. Ja, sorry. Ik zou u nooit uit uw werkplaats in de krater hebben laten wegroepen zo midden in de nacht als dat ongelukje met die computer niet was gebeurd. U bent de enige die hem kan programmeren. Ja, ik begrijp er nog steeds niks van. Hoe is die band in zijn hemelsnaam uitgewist? Het hele programma is uren achterop geraakt. Nou, als u weg bent, dan zal ik hem nog eens grondig nakijken. Dank je. Weet je, Bert, dat ik gisteren al een paar minuten buiten de koepels heb gelopen zonder extra zuurstof? Mm-hmm. Ja, ik heb absoluut geen last gehad. Kom, laten we gaan. Dan zijn we misschien alweer terug voordat de anderen me daar missen. Heerlijk dat je bij me bent, Tony. Toen ik hoorde van het ongeluk met Wally, had ik het idee dat er op de hele wereld geen enkele vriend meer was overgebleven. Ah, dat is niet waar. Nee. Je hebt me enorm geholpen, daar ben ik je heel dankbaar voor. Mag ik nog eens met je mee uit? Geef me de kans te laten zien dat ik niet altijd een zeurpiet ben. Wie zegt dat? Trouwens, ik wou je net vragen wat je in het weekend van plan bent. Niks? Of ja, wel wat. Ik zou het graag met jou willen doorbrengen, als jij wil. Nou, en of? We bedenken wel iets gezelligs. Dat laat ik graag aan jou over. Kijk, daar staat Mars. Nee, daar. Zeg, Sarah. Ja? Waarom zei je dat eigenlijk? Dat je het gevoel had geen enkele vriend meer op aarde te hebben. Waarom? Ik zit er net aan te denken. Alle medewerkers die door jouw vader zijn uitgezocht, zijn door Stern vooruitgestuurd naar Mars. Behalve jij en ik. Dus misschien heb je wel gelijk. Ze zitten allemaal daarboven. We hebben geluk. Het rijspoor ligt nog open. Nog een rot eind door die dode vlakte. Ze zullen binnenkort wel een punt bepalen als magnetisch noorden, net als op de maan. Dat denk ik ook wel, ja. Maar het zal nou niet lang meer duren voordat het landschap een beetje kleur krijgt. Gek zo'n terrein zonder herkenningspunten. In dat opzicht verschilt het niet veel van de maan. Maar dat zal gauw anders worden. Het is minder heuvelachtig dan de maan. En het gesteente heeft meer kleur. Mm-hmm. Maar je moet eens opletten hoe vlug dat straks verandert. Ja. We zullen wel heel gauw korte perioden buiten de koepels kunnen lopen. En na verloop van niet al te lange tijd permanent. Dan zullen zich s'nachts, als de temperatuur daalt, weer damp vormen. De sporen zullen ontkiemen. En hoe groener de bodem wordt, hoe minder water we uit de ondergrondse zee hoeven op te pompen. Dan zullen we kunnen gaan zaaien en oogsten. We kunnen bossen gaan planten. En dan is plotseling de rode planeet veranderd in een groene. Je kan het je haast niet voorstellen, hè, als je zo naar buiten kijkt. Er is ook nog heel wat werk aan de winkel voor het zover is. Is het nog ver? Ik heb het idee dat we al een keer of vijf over deze vlakte gereden hebben. Nog een kilometer of 6-7 naar de kraterwand. Ah. Daar, recht vooruit. Dan moeten we dadelijk de ingang kunnen zien. Ja. Hoeveel energie levert nou die proefinstallatie van u? Oh, een fractie maar van de echte stations. Het zal niet meer zijn dan 1%.
Toch nog genoeg om behoorlijk wat zuurstof vrij te maken. Als je het geconcentreerd zou benutten, wel ja. Waarom stop je? Er komt er ook uit de krater, dokter Johnson. Waar? Zie je het niet? Daar. Oh ja, daar. Vooruit, kerel, schiet op. Maar als er nou eens wat is misgegaan... Ach, doe niet zo belachelijk. Weet je zeker dat het onze is? Ik weet toevallig dat er hier en daar kraters zijn die nog wel eens een beetje rook afgeven. Het is de onze. En een beetje rook, vergeet het, maar kijk nou eens. Je hebt gelijk. Er moet iets gebeurd zijn. God, mijn mensen. Er gebeurt iets. Maar kijk eens. De kraterwand barst open op verschillende plaatsen. Een eruptie. Op de bliksem niet, een explosie. Laten we maken dat we wegkomen. Wacht, misschien valt er nog iets te redden. Doe toch niet zo krankzinnig ervan door. Stop, dit is een bevel. Beveel de hond maar. Kijk eens achter je. Een muur van vuur. En die gaat een stuk harder dan wij. We moeten zien uit de buurt te blijven. Ik begrijp er niks van. Je kunt de grond voelen schokken. Ik heb nooit een lavastroom zo snel zien gaan. Ze hebben het geen van allen overleefd. Ik kan het klein bijna niet houden. Kom door de geringe zwaartekracht. Hoe ver liggen we nog voor? 1 meter of 3. We waren het nooit op deze manier. We zullen moeten lopen. Lopen? Ben je gek geworden? Met die geringe zwaartekracht hier komen we snel vooruit als we rennen. Zelfs met onze ruimtepakken aan. We zullen nooit ver genoeg kunnen komen. Misschien niet. Maar als we in dit ding blijven zitten, zijn we over een paar minuten geroosterd. En onze zuurstofvoorraad dan? Die is nooit genoeg voor meer dan een paar uur. Als we het halen. Daar. Daar. 1 meter of 4 voor ons is een heuvel. Als we die kunnen bereiken, zijn we veilig. Ergens moet die stroom toch tot stilstand komen. Nou, hier of daar doodgaan. Ze zullen ons toch wel van de basis komen halen. Vooruit, dit is onze enige kans. Ik doe niet mee. Ik probeer het wel zo. Zoals je wilt. Sluit je ruimtepak. Doe het dak open en ik spring. Je doet maar. Succes. Ik spring. Stern neemt de leiding op zich was het tweede deel van Het Marsproject, een hoorspel in 7 delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Tony James, Paul van der Lek. Ivor Johnson, Hans Veerman. Dr. Brick, Kommer Klein. Sarah Calverley, Willy Brill. Professor Stern, Paul Deen. Professor Baer, Willy Ruys. Jarvis, Jos Lupsen. Een stewardess, Joke Hagelen. David Bird, Bob Verstraten. En een assistent, Hans Kersenberg. De regie had Dick van Putten.